welkom bij deze nieuwe Misdaad en Make-up. Ik heb hier een hondenkind die heel ongeduldig is. Kom, daar ben je dan. Wat is er nou? Kom je weer even een sok laten zien? Ja jongens, eens in de zoveel tijd moet ze gewoon eventjes een sok aan jullie laten zien. Trouwens, veel mensen hebben het vorige week al gezien. Het schilderijtje van Dolly als koningin wacht. Ik stel hem even scherp. Maar kijk nou, hoe schattig is dit? Ik vond het echt perfect hier passen. Ontzettend bedankt trouwens voor alle lieve comments over mijn achtergrondje, over de nieuwe camera kwaliteit. Het is nog een beetje zoeken qua licht, qua opstelling, omdat alles nieuw is. Ik moet helemaal opnieuw beginnen wat dat betreft. Dus de komende weken, de komende tijd, zal hier en daar heus wel wat veranderen. Maar goed, dat leer je alleen maar in de praktijk. En vooralsnog gaat het tot nu toe hartstikke goed. Ik ben er heel blij mee. Super trots op hoe alles erbij staat. Hoe het eruit komt te zien. En ik blijf ook maar kopen op dat Katawiki. Ik blijf vintage winkels afstruinen. Het is daadwerkelijk een soort verslaving van me geworden. Maar goed, voordat ik deze video begin, ik heb best wel een belangrijk nieuwtje omtrent Moordkast. Best wel bizar nieuwtje. En iets waar ik ontzettend blij mee ben en vol trots met jullie mag delen. Ja, want Moordkast gaat verhuizen. We verhuizen van Spotify naar een platform genaamd Podimo. Het is gloednieuw. Als podcastmaker en als luisteraar is dit echt de ideale app om te gaan gebruiken. Ik ben nu al een jaar met Moordkast bezig en ik vind het echt fantastisch om dat samen met mijn broer te doen. Maar er zit echt onwijs veel tijd en werk in. Wat natuurlijk uiteindelijk wel zijn vruchten moet gaan afwerpen. Ik snap dat het nogal een verandering is, hè? We gaan ineens over. We zijn dan ook echt exclusief en enkel alleen te beluisteren op de app Podimo. Ja, dat is nogal wat. Dat is nogal een bommetje en dat begrijp ik ook. Ik ben dit natuurlijk een jaar geleden aangegaan, het maken van misdaadvideo's, en daar geniet ik ontzettend van. En ik ben toen die podcast gestart met mijn broer, maar we moeten realistisch blijven. Er zit ontzettend veel tijd, veel energie in. En Podimo kwam met hun aanbod. Er gaan heel veel grote namen mee. Ontzettend toffe podcasts kun je daar luisteren. Ze maken zelf ook hele toffe exclusieve content. Je kunt ook luisterboeken daar beluisteren voor een bedrag van €4,99 per maand. Mijn kijkers en mijn luisteraars kan ik een speciaal aanbod doen. Als je naar www.podimo.nl/moordkast gaat, krijg je de eerste 6 maanden gratis. Dus je kunt nog steeds naar ons blijven luisteren. Niks verandert aan ons. We blijven dezelfde content posten. We zullen de bizarre zaken blijven bespreken. Hier op YouTube verandert er trouwens ook niks. Elke vrijdag zal er gewoon nog een misdaad en make-up worden geüpload. En ik ben hier eigenlijk super enthousiast over. Podimo is echt een prachtige app. Als je ook ziet hoe het eruit ziet. Wat voor features je hebt. Wat voor namen er nu al meegaan. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik sta hier 100% achter. En ik hoop dat jullie met ons mee willen verhuizen. Ja, dus het is wel eventjes een verandering, maar ik ben er zo ontzettend blij mee en trots op wat Moordkast heeft bereikt. Dankzij jullie, iedereen die luistert, iedereen die kijkt naar de video's. Bijna een jaar geleden ben ik hiermee begonnen en het is echt een passie van me geworden. En dat gaat zo blijven, dat beloof ik. En ik ben ook van plan om nieuwe content te gaan maken. Ik zou ook super graag waar gebeurde horrorverhalen willen vertellen. Niet per se alleen maar moordzaken. Dat zullen dan misschien wat kortere video's worden. Ik weet het nog niet. Ik ben erover aan het nadenken, maar ik zou super graag wat extra kortere verhalen aan jullie willen brengen. Extra content. Ik vind toch 1 video per week een beetje weinig. Dus wie weet, in de toekomst gaan jullie wel meer van me zien hier. Oké, luister, vandaag heb ik iets op het programma staan. Een verhaal die ontzettend vaak door jullie is aangevraagd. Dit is de meest aangevraagde zaak door jullie van de afgelopen maand. Ik heb nog nooit zo vaak iets voorbij zien komen als de zaak van Dorothea Puente. Veel van jullie willen dat ik erin duik. Ik denk door de Netflix-serie genaamd Worst Roommate Ever. Dit is een serie wat gaat over huisgenootjes wat totaal uit de hand is gelopen. En aflevering nummer 1 gaat over de zaak die ik vandaag met jullie ga bespreken. Het is een super heftige zaak. Nogmaals, alle verhalen die ik vertel zijn super pittig. Dus kun je hier niet tegen. Klik deze video dan weg. En ben je onder de 12 jaar oud, vraag je ouders even om toestemming om dit te mogen kijken. Dit verhaal is zo onvoorstelbaar, omdat het gezicht achter de moordenaar is niet het gezicht wat je zou matchen met hetgene wat
diegene heeft gedaan. En dan ga je wel bedenken dat iedereen wel zoiets zou kunnen doen in zijn leven. Don't judge a book by its cover. Dat is wel duidelijk na dit verhaal. Maar goed, ik ga jullie straks er natuurlijk alles over vertellen. Voordat ik ga beginnen met het verhaal, is het eerst tijd om iemand een welverdiende shout-out te geven. Als jij een leuke comment plaatst onder hashtag SOnderDie, maak je kans om de volgende video genoemd te worden met je reactie. Het hoeven trouwens niet alleen maar complimentjes te zijn. Het mag ook over de zaak gaan, over wat je vindt. Vaak zijn de SOnderDie-reacties superveel lieve complimenten. Maar het hoeft niet alleen maar op mij gericht te zijn. Dat probeer ik te zeggen. Oké, deze week is de shout-out voor HTS. Dionne, je doet het supergoed. Het is voor mij denk ik tevens een ASMR-video. Want telkens val ik in slaap. Vandaag de 5e poging om uit te kijken, om wakker te blijven. Ga zo door! Nou weet je, als je ergens van in slaap valt, het kan ook heel positief zijn. Het is toch heerlijk als je ergens van kan slapen? Voor mij moet het gewoon doodstil zijn, dus maar dankjewel HTS. Oké, tot de orde van de dag. Ik ga mezelf een make-upje geven en terwijl ik dat doe, vertel ik jullie dus over het verhaal van Dorothea Puente. Hou je nou van de waargebeurde misdaad en dit soort video's? Vergeet niet op mijn kanaal te abonneren, deze video eventjes een duim omhoog te doen. En nogmaals even een disclaimer van tevoren. Klik deze video weg als je er niet tegen kan. Plus, het is natuurlijk niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig te praten in dit verhaal over wie dan ook. Alle informatie trouwens die ik jullie geef is informatie die ik kon vinden op het internet over dit verhaal. Ik heb het slechts gebundeld en dat vertel ik zo aan jullie. Dus zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met het verhaal over Dorothea Puente. Het verhaal speelt zich af in Sacramento in het jaar 1988. Sacramento is de hoofdstad van de staat California. California ligt natuurlijk in de Verenigde Staten, dus daar speelt het verhaal zich af. In deze periode stond Sacramento bekend om zijn groei. Veel mensen wilden daar wonen vanwege economische redenen, vanwege werk. Er kwamen veel betaalbare woningen bijvoorbeeld. Sacramento werd gezien als een fijne plek om een gezin te stichten. Voor kinderen fijn om daar op te groeien. Dus het ging goed met de stad. Het werd zelfs verkozen als een van de beste plekken om te wonen in Amerika. Ja, dus de stad ontwikkelde zich ontzettend snel, maar dit had ook een keerzijde. Er kwamen hierdoor ook veel daklozen terecht. Om dit te verminderen zet de stad een vrijwilligersorganisatie op, genaamd de Volunteers of America. Zij vangen daklozen op en proberen een geschikte plek voor ze te vinden binnen de gezondheidszorg, zodat ze goed terecht kunnen komen. De vrijwilligers doen er alles aan om een geschikt onderkomen voor de daklozen te vinden. En een van deze vrijwilligers is Judy Moyes. Ze was een maatschappelijk werkster, legt ontzettend veel passie in haar werk. En ze was daar voor degenen die het wat minder hadden. Nou, deze Judy werkt dus voor Volunteers of America. Dan gaat ze op pad om te kijken wie er hulp nodig heeft. En zo trok één man de aandacht van haar. Dit was de 51-jarige Alvaro González Montoya, ook wel Bert genoemd. Ik dacht echt, oké, hoe kom je bij Bert? Maar toen dacht ik gelijk aan mijn eigen naam, want ik heb 3 doopnamen. Ik heet eigenlijk Lydia Cornelia Anna Slachter. Maar ze noemen me Dionne, dat is mijn roepnaam. Dus misschien was dit wel hetzelfde voor Bert. Maar in ieder geval Alvaro González Montoya was gewoon hartstikke Bert. Zo simpel kan het zijn. Bert zwierf door de straten van Sacramento en leed aan zeer ernstige psychische aandoeningen. Meerdere ook. We duiken eventjes in zijn verleden. Bert wordt geboren op 8 september 1936 in Costa Rica. En hij komt in Amerika wonen als hij 16 jaar oud is. En dan verhuist hij samen met zijn moeder en zijn zus. In deze periode, in die tienerjaren, ontwikkelt hij schizofrenie. En zijn ouders proberen hem daarbij te helpen en stuurden hem naar een inrichting. Hier werd hij regelmatig behandeld met een methode genaamd shocktherapie. En dat is een behoorlijke heftige therapie. Dat doet meer schade dan goed, geloof ik. Ik moet zeggen dat ik er niet heel veel verstand van heb, maar ik heb American Horror Story gekeken en ik dacht, hoe kunnen mensen dit ooit hebben verzonnen? En Bert heeft dus ontzettend veel van dit soort behandelingen moeten doorstaan. Op een gegeven moment wordt hij vrijgelaten uit de inrichting.
Hij vertelt zijn familie ook niet wat er allemaal met hem is gedaan, maar je kunt je voorstellen dat hij daar geen prettige tijd heeft gehad. Vanaf het moment dat hij de inrichting mocht verlaten, is hij gaan rondzwerven en kwam op een of andere manier in Sacramento terecht. Niemand weet hoe hij dat precies heeft gedaan, maar in ieder geval werd dat zijn vaste plek. Hij komt op een gegeven moment bij een afkikkliniek terecht, maar beurt als helemaal niet verslaafd. Niet aan alcohol, niet aan middelen, helemaal niks. Dus of dit nou wel de juiste plek voor hem was, dat niet. Ze konden hem niet de juiste psychische hulp bieden. Maar hij had tenminste een onderkomen. En het personeel was gek van hem. Ik weet niet precies of je daar dan een permanent onderkomen had in zo'n afkikkliniek. Of alleen in de avond, of dat je alleen therapieën volgde. Maar overdag zwierf Bert alsnog door de straten van Sacramento. Hij mompelde dan van alles in het Spaans tegen zichzelf. Hij had last van waanideeën, ontzettend veel angsten. Dus deze man had gewoon dringend hulp nodig. En als je naar beelden van Bert kijkt, zie je een hele grote, vriendelijke knuffelbeer eigenlijk. Hij heeft grijze haren, rimpels, heeft echt een intens vriendelijke uitstraling. Het is niet te beschrijven. Jullie zien het natuurlijk hier, maar het lijkt mij zo'n ontzettend lieve man. Hij had ook echt een beetje die kinderlijke twinkeling in zijn ogen. Nou, Bert is in die tijd 51 jaar oud, zit in die ontwenningskliniek. Hij ontmoet Judy van Volunteers of America. En Judy realiseert zich dat Bert helemaal niet drinkt of helemaal geen verslaving heeft en dat hij helemaal niet op zijn plek zit daar in die verslavingskliniek. Zij voelt zich dan ook direct verantwoordelijk en is erop gebrand een geschikte plek voor hem te zoeken. Zij wil dat hij de hulp krijgt die hij zo hard nodig heeft. Judy hoort dan op een gegeven moment over een pension, een plek wat eventueel wel geschikt zou zijn voor Bert. En dit is een pension die goed voor zijn bewoners zorgt. En dat pension ligt aan 1427 F Street in Sacramento. Dit pension wordt vaak ingezet voor mensen die moeilijk handelbaar waren. Alcoholisten, mensen met psychische problemen. En dat pension ligt niet in de meest prachtige wijk, maar het huis zelf, dat maakt wel indruk. Het is gewoon een hele mooie Victoriaanse villa. Het is blauw en wit gekleurd. Het heeft een verandaatje, meerdere verdiepingen, mooie tuin. En niet alleen het huis maakt indruk, maar ook de eigenares, genaamd Dorothea Puente. Zij stelt haar huis beschikbaar voor deze mensen en zij woont dan op de tweede verdieping en de rest, de lagen eronder, zijn voor haar huurders. De mensen die daar verbleven moesten wel iets betalen voor hun verblijf. Natuurlijk voor het onderdak, het eten. En als je in een pension wordt geplaatst, heb je recht op een bijstandsuitkering. Dorothea neemt niet alleen de huurders onder haar hoede, maar ook de uitkeringschecks. Maar wie is deze vrouw eigenlijk? We duiken even in het verleden van deze Dorothea Puente. Op het eerste gezicht ziet ze eruit als een vriendelijk omaatje. Ze is op leeftijd. Ze had een golvend wit kapsel, chiffonjurkjes, dikke champotglazen. Ze had een flink montuur op haar gezicht gezet. Ze vertelt dat ze ongeveer 70 jaar oud is en dat ze vroeger verpleegster was in het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Impressive. Ze was ontzettend geliefd in de gemeenschap, omdat ze geld en kleding doneerde aan verschillende goede doelen. En haar pension, iedereen was daar welkom. Dat stond open voor alles en iedereen. Ze was ook altijd vriendelijk tegen iedereen. En Judy was ook echt onder de indruk van deze Dorothea. Dus Judy, die van de vrijwilligersorganisatie die te horen krijgt over dit pension, die denkt, we gaan eens even een kijkje nemen daar. Dus ze wordt daar rondgeleid door Dorothea. En terwijl Judy daar rondloopt en een kijkje neemt in hoe het daar aan toe gaat, komt ze een oud bekende tegen. Een man genaamd John Sharp. Ik denk dat ze elkaar kennen van die organisatie, want John Sharp zit daar natuurlijk ook niet voor niks. En John vertelt aan Judy dat het echt een heel prettig onderkomen is. Dat hij het hier fijn heeft. Dat ze te eten krijgen. Het is gewoon een stabiele omgeving. Judy die ziet Bert daar wel wonen, dus ze overlegt met Dorothea. Het enige wat Judy nog moet regelen is dat Dorothea de begunstige wordt van Bert.
Dus die uitkering die Bert zou krijgen voor het verblijf in dat pension, daar zou Dorothea dan bij kunnen. Uiteindelijk is het helemaal rond. Dit wordt Bert's nieuwe plekje en Judy denkt, dit is fantastisch, deze man gaat hier een prima leven kunnen leiden. Wat fijn. Na de verhuizing van Bert houden Judy en Bert natuurlijk contact met elkaar. Judy wil natuurlijk wel eventjes weten hoe het daaraan toe gaat. En in de weken die daarop volgden, ja, ziet ze Bert echt opbloeien. Zijn haren zijn netjes en gekamd, zijn kleren zijn schoon, gewassen, gestreken. Zijn nagels zien er goed uit. Hij leerde daar in pension voor zichzelf te zorgen. Daardoor was hij ook weer in staat om zijn medicatie te nemen, want hij had altijd het idee dat hij daar ziek van werd. Dus deze verhuizing, dat deed hem ontzettend goed in eerste instantie. En hij had het daar ook goed, hè, want hij had een eigen televisie, een eigen bed, een lichtstoel die helemaal voor hem was. Judy en die hele vrijwilligersorganisatie zijn ervan overtuigd dat Bert hier goed zit. Dit ging ook een tijdje hartstikke goed. Judy belt regelmatig met Dorothea om te checken hoe het is met Bert. Maar dan na een paar maanden komt ze ineens met een vreemd verhaal. Bert is ineens niet meer aanwezig. En het schijnt dat hij vertrokken is naar Mexico voor een feest. En dit is helemaal niks voor hem. Hij op zijn eigen houtje naar een feest, als hij helemaal niet toe in staat. Dus wat heeft dit te betekenen? Wat een gek verhaal. Deze mededeling zit Judy meteen al niet lekker. Maar goed, ja, wat kun je eraan doen? Judy blijft door Tia bellen en vragen naar Bert. Maar telkens krijgt ze hetzelfde vage antwoord. Bert is vertrokken en hij zal vast wel weer terugkomen. Waarschijnlijk aankomend weekend en dan is het ineens weer volgende week. Het zit wel goed hoor. Judy kreeg er steeds meer een onbehagelijk gevoel bij. Die heeft zoiets van, joh, deze vrouw, ik weet niet wat er met haar is, maar dit is niet goed. Op een gegeven moment is Judy het zat en stelt zijn ultimatum. Dan zegt ze tegen Dorothea, als hij voor maandag niet terug is, dan bel ik de politie en geef ik Bert op als vermist. Een paar dagen later krijgt Judy ineens een heel vreemd telefoontje van een man genaamd John Anthony. Die kenden ze ook helemaal niet. Deze man, die vertelt Judy dat Bert is thuisgekomen, dat zijn familie hem heeft opgehaald en verblijft in Mexico. Wederom weer een heel vreemd verhaal. Judy heeft zoiets van, waar is hij toch? Waar hangt hij uit? Wat heb je met hem gedaan? Op een gegeven moment komt Judy John Sharp tegen. Die kennen we natuurlijk al eerder uit dit verhaal. John Sharp verbleef daar ook in dat pension. Die had er juist zulke goede woorden voor over. Maar hij vertelt dat er iets gaande is en dat Dorothea Puente maar gaten blijft graven in de tuin. En dit is het moment dat Judy aan de bel trekt. Ze belt de politie op, Bert wordt als vermist opgegeven en ze wil dat de politie onderzoek gaat doen naar die tuin, naar Dorothea, naar Bert, waar is hij? Die politie die gaat erop af, gewoon eens even te checken of alles daar wel goed gaat. Als de politie daarbij dat pension aankomt, staat Dorothea ze netjes te woord. Ze vertelt hetzelfde verhaal dat Bert is opgehaald en in Mexico is. En de bewoners daar van dat pension verifiëren dat verhaal. Ze vertellen allemaal hetzelfde, Bert is in Mexico. Dus de politie staat op het punt om daar te vertrekken. Maar bij het weggaan komt John Sharp ineens naar buiten en drukt een klein briefje in de handen van de politie. Op dit briefje staat, ze wil dat ik tegen jullie lieg. Deze John Sharp wordt meegenomen naar het bureau voor een verhoor. Het gaat hier natuurlijk wel om een vermissing en dat moet tot de bodem worden uitgezocht. Hij vertelt de politie dat hij niet precies weet waar Bert gebleven is, maar dat hij wel weet dat Dorothea keihard aan het liegen is. Waarover, dat weet hij alleen niet precies. In ieder geval, Dorothea had gevraagd of John voor haar wilde liegen, anders moest ze misschien de gevangenis in. Hij moest bevestigen wat Dorothea al die tijd beweerde tegenover Judy en de politie. En het had ze aan iedere bewoner daar uit het pension gevraagd. Gelukkig heeft deze man zijn mond opengetrokken. Godzijdank. Na deze verhoren besluit de politie de achtergrond van Dorothea na te trekken. En dan blijkt dat ze voorwaardelijk vrij is voor het een en ander. Maar daar later meer over. Het is nogal wat. Trouwens, Dorothea blijft volhouden, hè? Dat Bert bij een familielid zit. Dus ze geeft helemaal niks toe. Op een gegeven moment doorzoeken ze haar huis.
Ze hebben niet eens een huiszoekingsbevel, maar ze vragen gewoon op de man af aan Dorothea van joh, mogen wij een beetje rondkijken? En dat vindt ze prima. En daar vinden ze nogal wat. Onder andere wat vreemde blauwe pillen. Deze pillen worden genomen door mensen met slaapproblemen, dus het zijn slaappillen. Als de politie bijna klaar is met het huis te doorzoeken, vraagt ze ook aan Dorothea of ze in de tuin mogen graven. Ze hadden natuurlijk van John Sharp gehoord dat er grote gaten in de tuin werden gegraven. En ze zeggen dan ook tegen Dorothea van joh, weet je, het is gewoon even om te checken. Iemand maakt zich grote zorgen, dat was natuurlijk Judy, en we willen het gewoon uitsluiten. En Dorothea Puente geeft toestemming. Graaf maar in mijn tuin, geen probleem. Nou, die politie begint met het graven in de tuin. En na een tijdje vinden ze vooral heel veel rotzooi. Eierschalen, sigaretten, papier, een heleboel afval. Maar dat zit zo gemixt door de grond heen, dus het is wel een beetje vreemd. Trouwens, terwijl ze dat aan het doen zijn, staat Dorothea op het balkon gewoon toe te kijken. Met wel een soort strenge blik in haar ogen. De politie vindt nog meer stukken stof, nog meer afval. Ze trekken dan wat stukken kleding uit de grond. Maar ook iets wat lijkt op stukken leer. Het lijkt een beetje op gedroogd vlees. Nou, ze blijven zoeken, ze blijven graven. Waarna ze op een gegeven moment stuiten op iets hards in de grond. Dat trekken ze eruit en dit blijkt een menselijk bot te zijn. En dat is nog maar het begin van al deze ellende. Ze roepen Dorothea naar de plek te komen, naar die tuin waar net dat bot is gevonden. En deze vrouw reageert geschokt en ze heeft geen idee hoe dat bot daar terecht is gekomen of van wie dat is. In ieder geval heeft zij er niks mee van doen. Dorothea wordt op het bureau verhoord hierover, maar ze ontkent alles. Ze vertelt de politie telkens opnieuw dat ze geen idee heeft waar deze resten vandaan komen. Ze bleef bij haar punt en er was ook geen enkele vorm van emotie bij haar te bespeuren. Dat is echt bizar. Als er in jouw tuin zoiets gevonden wordt en je hebt geen idee wat het is, nou dan ben je op zijn minst wel een beetje van streek, toch? Dorothea Puente die reageert vooral met, joh, dit is vast en zeker een oud lijk. Voordat ik hier kwam wonen, is dit gebeurd. Het heeft niet met mij te maken in ieder geval. Uiteindelijk vinden ze niet alleen een bot, maar een heel lichaam, een menselijk lichaam, dat tot dusver nog niet geïdentificeerd is. Het lijkt er in ieder geval niet op alsof dit Bird is, want Bird was een vrij grote man. Dus het moet nog blijken allemaal. Dus de politie graaft de dagen erop verder in die tuin. Je weet maar nooit hè, wat je nog meer tegen kunt komen. Dorothea staat op dit punt nog niet onder arrest, dus ze loopt gewoon rond in dat huis terwijl ze daar de graafwerkzaamheden aan het verrichten zijn. En tijdens dat onderzoek vraagt Dorothea dat ook. Van joh, sta ik onder arrest? Ik heb een beetje veel stress en ik heb zin om eventjes een koffietje te pakken daar op de hoek aan de overkant in dat hotel. Moet eventjes mijn zinnen verzetten. Zou dat mogen? De politie heeft geen reden om haar daar vast te houden. Dus ze moeten haar wel laten gaan. Zij mag daar gewoon koffie drinken daar tegenover. Dus ze kleedt zich even netjes aan. Ze droeg echt onwijs kleurrijke kleren. Volgens mij een rood of roze jurkje. Viel in ieder geval echt enorm op. En daar ging ze. Ze ging er vandoor. Dus terwijl Dorothea in die fleurige outfit even je koffietje aan het drinken is, graaft de politie een tweede lichaam op in haar tuin. Dit moment heeft Dorothea genomen om weg te vluchten, uiteraard. Ze was helemaal geen koffietje aan het drinken. Die meid denkt, joe, ik ben er vandoor. Ik had het er net al over. Dorothea Puente was voorwaardelijk vrij op dat moment. Wat heeft deze vrouw allemaal op haar kerfstok? En hoe zag haar verleden eruit? We duiken even in haar achtergrond. Dorothea Helen Gray wordt geboren op 9 januari 1929 in Californië. Ze was het zesde kind uit een gezin met 7 kinderen. Ze was de 1 na jongste en ze had niet bepaald een hele makkelijke jeugd. Wanneer ze nog erg jong is, sterft haar vader aan de ziekte tuberculose. En haar moeder was verslaafd aan alcohol en mishandelde de kinderen thuis. Dus ja, je mist je vader, je wordt mishandeld door je moeder. Het zal een pittige tijd geweest zijn als kind. Een jaar na de dood van haar vader komt ook nog haar moeder te overlijden aan een verkeersongeluk. Dus op vrij jonge leeftijd verliest Dorothea
allebei haar ouders en is zij dus een wees. Het gezin had dus 7 kinderen en die gaan allemaal een andere kant op. Dat lijkt me dus ook echt ontzettend moeilijk, hè? Dan ben je opgegroeid met je broertjes en zusjes en dan word je uit elkaar gehaald. Nou, ik vind het verschrikkelijk. Het zou verboden moeten worden. Dorothea komt in een weeshuis terecht. En op een gegeven moment komen familieleden haar wel weer ophalen, zodat ze daar kon komen wonen. Maar ja, toch een pittig begin van je leven. In dat weeshuis zijn er ook nog wel wat dingen met Dorothea gebeurd die echt niet door de beugel konden. Ja, er was sprake van misbruik, heb ik ergens gelezen. Ja, toch wel een beschadigd meisje, zou je kunnen zeggen. Op haar 16e begint ze met het verrichten van sekswerk. En op deze leeftijd stapt ze ook haar eerste huwelijk in. Dus op 16-jarige leeftijd trouwt ze. Het huwelijk was van korte duur. Het duurde maar 3 jaar. Dorothea was namelijk niet trouw aan haar echtgenoot en ze gaf al zijn centen uit. Nou, je kunt je voorstellen dat ze levert wel wat wrijving op, hè? Na de scheiding ontwikkelt Dorothea zich echt als een heuse draaideurcrimineel. Op haar 19e wordt ze al veroordeeld tot een celstraf vanwege het vervalsen van nepchecks. In Amerika hebben ze checks, dat is een betaalmiddel. Dan kun je iemand machtigen om een bepaald bedrag te innen. Best wel fraudegevoelig, dus daar heeft ze mee gerommeld. Het is een vrij fors gevangenisstraf, want ze moet gewoon een half jaar daarvoor zitten. Nou, zoals je hoort, een turbulent leven. Ze heeft sekswerk gedaan. Ze is gescheiden op haar 19e. Ze heeft zelfs vastgezeten voor iets. Het is een leven vol ups en downs. Ze is in totaal trouwens 4 keer getrouwd uiteindelijk. Ze heeft 2 kindjes gekregen. Allebei de kindjes heeft ze afgestaan. Haar tweede huwelijk duurde het langst. Dat heeft ze 14 jaar volgehouden. Derde huwelijk, dat is nog wel een apart verhaal. Want dat was op haar 37e met een jongen die 19 jaar jonger was dan zij. Dus die jongen was 18 jaar oud. Daar trouwde ze mee op haar 37e. Dat was ene Robert Puente. En die achternaam heeft ze dus gehouden. Het is wel vreemd, want ze is nog een 4e keer getrouwd met iemand. Die had een hele andere achternaam natuurlijk. Maar ze is zich altijd Dorothea Puente blijven noemen. Ik weet de reden daarachter niet, maar misschien hield ze ontzettend veel van het kereltje en heeft ze zijn naam gehouden, ik weet het niet. Maar Dorothea Puente, dat is het gebleven. Dorothea had natuurlijk al een half jaar vastgezeten voor het vervalsen van die checks, maar daar blijft het niet bij. Ze heeft veel incidenten op haar naam staan. Ze werkte natuurlijk als sekswerker, later runde ze zelfs een bordeel. En voor beide werd ze gearresteerd, want het zijn van een sekswerker en het runnen van een bordeel is beide illegaal. Dus ook daar werd ze voor veroordeeld. Daarvoor moest ze 3 maanden zitten. Daarna zwierf ze rond op een plek waar dat waarschijnlijk niet mocht. Dat heet landloperij. Ook daarvoor moest ze 3 maanden zitten. Van alles en nog wat. Maar haar vergrijpen nemen vanaf hier ernstigere vormen aan. Haar misdaden werden steeds grimmiger. En de onschuldige, kwetsbare mensen werden hier slachtoffer van. Dorothea begon te zorgen voor ouderen en gehandicapten aan huis. Dus dan ging ze daar langs bij hun thuis om voor hun te zorgen. Ze deed zich dan ook echt voor als verpleegkundige. Maar dat was ze helemaal niet. Ze had daar helemaal geen papiertje voor. Ze deed echt alsof. Ze nam een dokterstas mee met een stethoscoop, met pillen. Van alles om haar geloofwaardig over te komen. De medicijnen die ze mee had, dat bleken slaappillen te zijn. Die ze aan haar klanten toediende. Die klanten vielen natuurlijk in slaap daardoor, die waren eventjes van de wereld. En als ze wakker werden, was er van alles uit hun huis verdwenen. Dorothea had bezittingen gestolen, sieraden, geld, checks. En die checks die ze stal, die inde zij vervolgens bij de bank. Dus daar was ook nog eens bewijs van. Dat zij degene was die dat geld had opgenomen met die checks. Nou ja, die is er gloeiend bij. Op die manier heeft ze ontzettend veel slachtoffers gemaakt. En in totaal wordt ze voor 5 van deze vergrijpen veroordeeld. En ze krijgt een gevangenisstraf, tot nu toe de langste, van 5 jaar opgelegd. Nou, dat is niet mis. En terecht. Wat voor dikkie. Oh, echt, hoe diep kun je zinken? Dus dit, in het kort, of nou ja, het is een lange lijst. Het verleden van Dorothea Puente. Dus op dit punt, Dorothea is gevlucht, ze is verdwenen.
En de politie heeft net het tweede lichaam uitgegraven in haar tuin. En er gaat een opsporingsbevel uit. Deze mevrouw moet zo snel mogelijk gevonden worden. In heel Amerika werd naar de vrouw uitgekeken. Elke eenheid wordt opgetrommeld. En natuurlijk werd de zaak breed uitgemeten in de media. Tijdens deze zoektocht wordt er natuurlijk nog steeds doorgezocht in die tuin. En op een gegeven moment wordt er een derde lichaam gevonden. Dit lichaam lag gewikkeld in een deken en in plastic. En wat opvalt is het formaat van dit lichaam. Het is een groot iemand. Het lichaam weegt meer dan 90 kilo. Een kenmerk wat prima zou passen bij niemand minder dan Bird. Nou, die hele tuin wordt natuurlijk overhoop gehaald. Elk hoekje, elk gaatje, elk stukje grond moet worden omgekeerd. En het is ongelooflijk en het is te ziek voor woorden. Maar de politie blijft lichamen opgraven. Een vierde lichaam, een vijfde, een zesde en uiteindelijk een zevende. En het derde lichaam wat ze vonden, degene die meer dan 90 kilo zou wegen, bleek inderdaad Bird te zijn. De politie vindt in het huis van Dorothea een kalender. En daarop had Dorothea geschreven dat Bird een bepaalde datum was teruggekomen en weggegaan. Alles om een bepaald soort schijn te creëren. Ze had natuurlijk de politie wel verwacht. En ja, die dacht, als de politie die kalender ziet, dan nemen ze dat verhaal wel van me aan. Ach ja, leuk geprobeerd. Matige poging. Verschillende bewoners van het pension die worden natuurlijk wel ondervraagd inmiddels. En iemand die voorheen bij een mortuarium had gewerkt, had een herkenbare lucht geroken op de tweede verdieping, dus daar waar Dorothea woonde. Een beetje in de buurt van haar keuken, daar zat een ruimte of een kamer en die geur leek vooral daar vandaan te komen. Maar daar kwamen de huurders van het pension natuurlijk amper. In ieder geval, die geur, die kenmerkt hij als een geur die ruikt naar de dood. De politie die doorzoekt natuurlijk ook de woonlaag waar Dorothea in woont. En dan doorzoeken ze dus dat kleine kamertje naast die keuken, daar waar die geur vandaan scheen te komen. Nou, die rechercheur die daarmee bezig is, die ziet daar twee dikke tapijten op elkaar gestapeld liggen. Dus die liggen daar op de grond. Wanneer die rechercheur dat tapijt omhoog trekt, stuit hij daar op een enorme vlek. En dat zijn vlekken die helemaal in het hout zijn getrokken, waar dus die lucht vandaan kwam. Over deze vlek zat een wit goedje en dat scheen witte poederloog te zijn. En dit wordt gebruikt om vlekken, geur te maskeren. En dan die twee tapijten erbovenop. Iemand heeft hier iets proberen te verbergen. Ja, er zijn dus 7 lichamen gevonden, hè, bij Dorothea Puente in de tuin. Sommige lichamen bleken daar al jaren begraven te zijn. En sommige kort geleden, zoals Bird. Dorothea schijnt dus ex-gevangenen en klusjesmannen hebben betaald om die gaten in haar tuin te graven. Want je denkt natuurlijk, zo'n oud vrouwtje, hoe kan dat in godsnaam? Daar is zij fysiek toch niet toe in staat? Nou, dat klopt, dat heeft ze dus mensen voor betaald. En ja, je gaat nooit uit van het ergste. Zeker niet als je Dorothea Puente ziet. Denk je niet van, goh, ik moet een gat graven voor de man die daar koffie aan het drinken is, die morgen wellicht wordt vermoord. Daar ga je niet van uit. Dus niemand heeft vragen gesteld. Niemand had zich verder afgevraagd waar die gaten voor waren in ieder geval. Ook vond de politie een boek genaamd Drugs and Their Effects. Dus middelen en de effecten daarvan. Dit werd gezien als het kookboek van onze Dorothea Puente. Dus het handboek wat ze heeft gebruikt. Ja, informatie zal ze ongetwijfeld daarin hebben opgezocht. Ze vonden in het huis ook een vals rijbewijs. Het was een rijbewijs van iemand anders. Dit bleek later een van haar slachtoffers te zijn, die later natuurlijk geïdentificeerd werd. Die had ze gestolen en ze had haar eigen pasfotootje erbovenop geplakt. Zodat ze daarmee nog de rekeningen mee kon innen van deze persoon. En Dorothea is nog steeds nergens te bekennen. Nogmaals, die is koffie gaan drinken in die fleurige outfit. Er wordt naar haar uitgekeken, maar niemand kan haar vinden. Het is ongelooflijk. Maar daardoor kreeg de zaak wel steeds meer aandacht. En dan komt de politie achter het mogelijke motief. Want Dorothea inde nogal wat geld van haar huurders.
van de mensen die in haar pension verbleven. Ze had natuurlijk die uitkeringschecks die ze inden. Die kregen ze van de huidige bewoners, maar ook haar oude bewoners die inmiddels in de tuin lagen. Ja, dat geld bleef maar binnenkomen, terwijl die mensen allang overleden waren. Er was een flinke stroom aan geld die maandelijks binnenkwam. $5.000 per maand uiteindelijk. Ze maakte gewoon misbruik hè, van dit soort mensen, de kwetsbare mensen die ja, niet veel contact hadden met vrienden, familie. Er werd natuurlijk niet heel erg naar uitgekeken. Of mensen maakten zich gewoon niet snel zorgen over de mensen die bij Dorothea verbleven. En dat kwam haar maar al te goed uit. Maar goed, na een aantal dagen wordt Dorothea gevonden. En ingerekend, die vrouw wordt gelukkig gearresteerd. Ze was 650 kilometer verderop gaan zitten ergens in Los Angeles. En ze is daar gewoon naar een café gegaan. Waar ze herkend werd door een bezoeker die het verhaal van Sacramento kende. Ik bedoel, dit was door heel Amerika groot nieuws. En dan bezoek je gewoon een café alsof er niks aan de hand is. Deze vrouw, die denkt volgens mij overal mee weg te komen. Maar slim is het niet. Als je op de vlucht slaat, doe het dan goed, hè? Vraag je dan af. Maar er niet al te best over nagedacht. De politie onderschept op een gegeven moment het motel waarin ze verbleef. Ze wordt gearresteerd en ze nemen haar mee terug op het vliegtuig naar Sacramento. En er kwam op dat moment heel veel media op af. Dorothea en de politie werden achtervolgd door allemaal cameraploegen. En op een gegeven moment heeft Dorothea zelfs wat tegen een zo'n interviewer gezegd. Haar woorden waren: ooit was ik echt een goed mens. Dorothea wordt beschuldigd van niet 7 moorden, maar 9. Er komen nog 2 moorden bij waar zij van verdacht wordt. Dit zijn de 2 mogelijke slachtoffers, Everson Gilmouth en Ruth Monroe. Ik probeer het altijd een beetje fatsoenlijk uit te spreken, maar die TH in het Engels is niet mijn sterkste kantje. Maar in ieder geval, Everson Gilmouth en Ruth Monroe zijn mogelijk nog 2 andere slachtoffers van deze Dorothea Puente met haar horrorhuis. Nou, deze Everson Gilmouth was al 77 jaar oud. Tijdens een van de gevangenisstraffen van Dorothea hebben de 2 contact gekregen en werden ze penvrienden van elkaar. Maar niet alleen dat, de 2 werden smoorverliefd. Dus op het moment dat Dorothea zou vrijkomen, zou deze Everson bij Dorothea komen inwonen daar. Hij woonde in Oregon en hij is daadwerkelijk gewoon speciaal voor Dorothea naar Sacramento gekomen om bij haar te wonen daar. In datzelfde huis, dat horrorhuis waar ze al die moorden heeft gepleegd. Nou, hij kwam dus bij haar wonen. Het plan was om samen te gaan trouwen. Maar kort daarna wordt er een lichaam gevonden in een kist aan een oever in Sacramento. Het lichaam werd nooit geïdentificeerd. Maar toen werden dus die lichamen bij Dorothea in de tuin gevonden. En toen is de politie deze misdaad gaan linken aan Dorothea Puente. Want de manier waarop dit lichaam werd gevonden kwam wel heel erg overeen met de lichamen in de tuin, met wat hun was aangedaan. Het was allemaal redelijk onder dezelfde omstandigheden. Er werd nogmaals onderzoek naar het lichaam gedaan en dit bleek dus Everson Gilmouth te zijn. Nou, heel toevallig heeft hij ook nog een link met Dorothea Puente, die 7 mensen in haar tuin heeft begraven, dus het is allemaal een beetje toevallig. Wat is er nou gebeurd? Dorothea heeft schijnbaar Everson Gilmouth vermoord 3 à 4 weken nadat hij bij haar was ingetrokken. Super triest. Hij heeft een klusjesman gevraagd om een kist van 1,80 meter voor haar boeken zogenaamd. Daar heeft ze hem voor ingehuurd. In die kist lag het lichaam van Everson, heeft ze dichtgetimmerd. En samen met de klusjesman heeft ze die kist ergens gedumpt. En tegen die klusjesman zei ze van joh, dat is gewoon oude troep. Er werd volgens mij wel vaker in die omgeving huistuin en keukenvuil gedumpt. Dus hij heeft er verder geen vragen over gesteld. Niet wetende dat dit haar toekomstige echtgenoot was. In de tijd die daarop volgde, stuurde Dorothea regelmatig ansichtkaarten en brieven naar de familie en vrienden van Everson om ze koest te houden, zodat er niet te veel vragen werden gesteld. Maar goed, dit alles kwam naar boven toen
die 7 lichamen werden opgegraven. Nog een mogelijk slachtoffer van Dorothea Puente is Ruth Monroe. Dorothea en Ruth Monroe zijn op een gegeven moment vrienden van elkaar geworden, omdat ze een gemeenschappelijke vriend hadden met elkaar. Die vriendschap wordt best wel heel erg hecht. En dan wil Dorothea heel graag een restaurant openen. En Ruth Monroe had redelijk wat geld. Dus Dorothea en Ruth spreken met elkaar af dat ze dit een beetje samen gaan doen. En Ruth Monroe financiert een groot gedeelte hiervan. Maar Dorothea blijft maar om geld vragen. Telkens is er weer wat. Moet ze bijspringen. Ruth werd helemaal kaal geplukt door die vrouw. Niet te doen. Ruth Monroe had destijds een relatie. En die man komt te overlijden. En ze vindt het nogal eenzaam thuis alleen. Dus Dorothea vraagt van, joh, zou je niet bij mij in willen trekken? Nou, Ruth vond dat een goed idee, dus die trekt bij Dorothea in. En gaandeweg gaat het steeds slechter met de vrouw. Ze voelt zich steeds vaker niet lekker, ziek. Ze komt soms zelfs haar bed niet uit. Daar is ze niet toe in staat. Fysiek gaat het achteruit. Nou, Ruth Monroe had ook kinderen. Die komen daar in dat huis ook wel eens op bezoek. Natuurlijk om visite te gaan bij hun moeder. En dan geeft Dorothea Ruth af en toe drankjes waar ze hun vraagtekens bij hebben. Maar goed, Dorothea beweerde een verpleegster te zijn. En dat waren drankjes tegen de stress. Geen idee wat daarin heeft gezeten. Waarschijnlijk een bepaald soort gif. Want Ruth Monroe werd steeds zieker en zieker. En komt op een dag te overlijden. Dorothea Puente verklaart richting de politie dat het een overdosis is geweest, dat Ruth Monroe depressief was en dat ze te veel pillen heeft genomen. En dit wordt aangenomen als zijnde de waarheid. Hierbij wil ik ook nog de andere 7 slachtoffers benoemen. Eentje daarvan is Dorothy Miller. Ze werd voor het laatst in leven gezien in 1987. Zij was 64 jaar oud en zij woonde ten tijde van haar verdwijning ook bij Dorothea Puente. Volgende slachtoffer heet Benjamin Fink, een man van 55 jaar oud. Hij woonde ook thuis bij Dorothea en hij werd in april 1987 voor het laatst gezien. Het volgende slachtoffer is de 78-jarige Leona Carpenter. Ze werd in 1987 vermist en uiteindelijk schijnt ze overleden te zijn aan een overdosis drugs. Dus ook zij is vergiftigd door Dorothea Puente. En dan natuurlijk onze Elvera Montoya, Bird. Ja, dat is helaas een van de slachtoffers. Wel degene die alles aan het licht heeft gebracht. Het is zo sneu, want wat was dat een lieve, vriendelijke man. Eeuwig zonde. Nog een slachtoffer, een vrouw genaamd Betty Palmer, 78 jaar oud. Die woonde daar ook in het pension. En zij is degene waarvan Dorothea haar rijbewijs gebruikte en vervalste. De 62-jarige James Gallop. Dit was het 5e slachtoffer wat in de tuin van Dorothea gevonden werd. En als laatste de vrouw Farah V. Martin. Ze was 64 jaar oud, ook een bewoner. Onderzoekers beweren dat zij mogelijk zelfs levend is begraven. En dat was te zien door de grond. Er werden patronen gevonden in die grond, waardoor het leek alsof ze zichzelf naar buiten heeft proberen te klauwen. Echt, als je daarover nadenkt, dat is te gruwelijk voor woorden. Op 9 juli 1992 begint de rechtszaak rondom Dorothea Puente en ze houdt vol dat ze niemand heeft vermoord. Ze bekent wel dat ze lichamen heeft begraven, dat ze cheques heeft geïnd, maar deze mensen waren allemaal gestorven aan een natuurlijke dood. Ze waren ziek geworden of hadden zelf een overdosis genomen, maar hier had zij helemaal niks mee te maken. Ze beweert dat ze de politie niet had durven bellen na hun dood, omdat ze voorwaardelijk vrij was. Ze was bang in problemen te komen. Nou, dat was haar reden. Ze heeft dus alleen maar de lichamen begraven, cheques geïnd, maar ze heeft niemand vermoord. Daar blijft ze bij. Uiteindelijk bepaalt een jury over haar lot en wordt ze schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden en krijgt ze een levenslange gevangenisstraf opgelegd zonder kans op vervoegde vrijlating. Bizar detail, voor maar 3 moorden is ze officieel berecht. En dit had met 1 jurylid te maken die niet overtuigd was van haar schuld bij alle moorden. Voor 3 moorden zou hij haar wel echt met zekerheid willen berechten, maar de rest kon hij niet met zekerheid zeggen. Hij twijfelde gewoon.
Hij dacht, misschien zijn 6 van deze 9 mensen wel op een natuurlijke wijze gestorven. Hij wilde haar voor de andere 6 moorden niet schuldig verklaren. Dat is natuurlijk wel even een domper. Ook al krijgt ze levenslang, je wilt toch op papier hebben dat zij degene is die dat gedaan heeft, lijkt mij als nabestaande. Het is ook zo klaar als een klontje, toch? Maar goed, ik denk dat deze man gezwicht is voor de looks. Het was een oud bejaard vrouwtje. Die is daar gewoon ingetrapt. En ingetrapt, dat zeg ik niet voor niks. Want jullie hebben gaandeweg wat foto's voorbij zien komen van deze Puente, mevrouw Puente. En daar zie je gewoon een vrouw op leeftijd. Het lijkt net een omaatje. Ze is grijs, gepermanente haartjes, bloemenjurkjes. In de tijd dat ze dat pension runde, beweerde ze 64 à 70 jaar oud te zijn. Maar wat blijkt nou? Dorothea Puente is helemaal niet zo oud. Ze was 58, 59 jaar oud. Als ik haar uiterlijk vergelijk met bijvoorbeeld mijn moeder, die ook rond die leeftijd is. Deze vrouw heeft er alles aan gedaan om zo oud mogelijk te lijken. Dit was haar dekmantel. De rol van haar leven heeft ze gespeeld. Dus was ze in werkelijkheid helemaal geen bejaard oud vrouwtje. Kun je het je voorstellen als je foto's van haar ziet? Maar dit deed ze dus expres. Dit was onderdeel van haar plan. Ja, en het motief. Geld was haar drijfveer. Het ging allemaal om geld. Haar hele leven draaide om geld. Aan de lopende band heeft ze mensen natuurlijk eerder al opgelicht. Ze heeft dus telkens haar vlaggetje verzet en telkens ging ze een stap verder in haar gedrag. Ze kreeg een onrechtmatig inkomen van $5,000 per maand voor haar huurders, die dood en levend waren. In totaal heeft ze zo'n €50,000 gekregen uit dit verschrikkelijke plan. Ze drogeerde haar slachtoffers en wurgde ze daarna. Dorothea overleed trouwens in de gevangenis op 27 maart van het jaar 2011. Dus deze vrouw is al 11 jaar niet meer hier op de wereld en dat is maar goed ook. Ja, ik ga het gewoon zeggen. Deze wereld is beter af zonder Dorothea Puente. Ze werd 82 jaar oud. Hoe lang heeft ze vastgezeten? Ik denk 13, 14 jaar totdat ze overleed. Ja jongens, wederom een bizar verhaal. Een verhaal wat ontzettend vaak door jullie werd aangevraagd en ik ben benieuwd hoe jullie mijn versie vonden. Wat vonden jullie van dit verhaal? Laat het me natuurlijk onder in de reacties weten. En mocht je ideeën hebben voor een volgende zaak, laat het mij ook altijd weten. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer om 4 uur 's middags. En vergeet natuurlijk vanavond niet de Verraders te kijken, want ik zit er nog steeds in. En dat is goed nieuws. Dus ik ben ook vanavond weer te zien op RTL 4 om 8 uur. Dus veel kijkplezier. Ik zie jullie volgende week weer om 4 uur 's middags met een nieuwe misdaad en make-up. Mwah. Tot volgende week.